Het nieuws is gisteren viraal gegaan dat een KLM-toestel niet kon landen op onze internationale luchthaven te Zandré, waardoor deze moest uitwijken richting Cayenne. Brian Suruch Bali, zijn echtgenote, maar ook zijn bejaarde grootmoeder, die waren er alle drie passagiers in het toestel. En we hebben de heer Suruch Bali dan ook bereid gevonden om zijn verhaal te delen met TBN Prime Alert van hoe het was nadat ze het bericht kregen dat men niet kon landen en hoe het allemaal daarna allemaal is toegegaan. U hoort Brian Suruch Bali, een van de passagiers van het KLM-toestel, in gesprek met TBN Prime Alert. Het is namelijk zo, instappen op Schiphol, Amsterdam, was gewoon on schedule. KLM was gewoon on time. Alles was perfect. En net als wat u aanhaalde van richting Paramaribo, ja, houdt u me ten goede misschien. Ja, in kilometers zou ik het niet, misschien 500 kilometer verwijderen of kan misschien meer zijn, houdt u me daarover ten goede, ik ben geen expert daarin. Maar op het beeldscherm van KLM zag ik dat we al richting huis kwamen, zo te zeggen. Want je komt van een ander land weer naar je eigen moederland en je verlangt, ik was voor 3 weken met vakantie, een hele leuke vakantie gehad. En ja, onderweg kregen we van de cabine de piloot te horen dat er geen vliegverkeer was op Zandré, dus geen personeel die het verkeer van de lucht kon begeleiden. En waardoor de piloot moest uitwijken naar Cayenne. En op dat moment kreeg je jezelf van, oké, wat gaat er gebeuren? Want je hoort van, ja, de piloot zegt, we gaan naar Cayenne om te tanken. En op dat moment denk je jezelf van, oké, en wat is er nou gebeurd dat hij moet gaan tanken in Cayenne? Je hoort wel dat er geen vliegverkeer, er is geen personeel, is er niet wat gebeurd of zo. En dat wordt niet doorgegeven. Oké, ik zat gewoon, want nou moet je gewoon roeien met de riemen die je hebt. We zijn op Cayenne geland. En, geen moment van zenuwachtigheid toen hij vloog richting Cayenne van, hij moet nu gaan tanken. Nee, bij mij niet. Ik was samen met mijn vrouw die naast me zat. Mijn oma van 88 jaar die ook naast me zat. Misschien zij wel. Ze verlangde echt naar huis te gaan. En ze vroeg me van wat is er gebeurd. Ik probeerde te zeggen van nee oma, er is niks aan de hand. Hou je rustig. We zijn even hier geland. Want er is geen personeel op Zandré. Er is wat gebeurd daar. En toen we zijn geland. Werd er gezegd, geen ene moment van paniek door de passagiers. Iedereen heeft zich daarop neergelegd. En toen is er door de cabine weer gezegd van, kijk, we gaan kijken wat er nog te eten is. Ze gaan niet met hun wagentje langskomen, maar ze gaan even kijken wat er is. Zeker een drankje en wat er nog overbleef. En er waren brownies overgebleven. En we kregen, alle passagiers kregen brownie en een glaasje water. En ja, en toen moest je kijken wat je kon doen. Ja, je mocht opstaan, even lopen in het vliegtuig. Maar niet uit het vliegtuig? Nee. Iedereen zat gewoon rustig of liep rustig door het vliegtuig heen. Als je nooit een vliegtuig van binnen hebt gezien, mocht je even lopen en kijken. Ja, het toilet was een rij vol, want iedereen wilde naar het toilet. En ja, als ik goed heb berekend, waren we 3,5 uur lang op Cayenne Airport. En daarna... En wat doe je in die 3,5 uur? Gewoon zitten praten, slapen? Ja, ik heb gesproken, ik ging slapen, games spelen, uitmaken. Want je verveelt je. Je weet niet wat je moet doen. Ja, ik had mijn vrouw naast me. Maar ik heb ook mijn oma naast me, dus ik kan niet zeggen van, hé, ik ga op haar liggen of zij komt op mij liggen. Je hebt een respect. Dus hoe moet ik het zeggen? Van verveelheid heb ik toch leuke momenten gehad. Ik ging mijn echtgenote, mijn vrouw ging gewoon vervelen. Zij baalde van me. En ik ging met de stewardessen praten. Voor mij persoonlijk was het een leuke vlucht. Ja. Maar geen moment van paniek. En rond 3:55 kregen we de dingen van de cabine. Van iedereen moet weer gaan zitten.
En we gaan richting Paramaribo. En we zijn gevlogen naar hier toe. En ja, bij mij was het echt makkelijk. Ik had geen moment van dingen op zanderij van, hey, is er iets gebeurd? Het leek alsof er niks is gebeurd. Ik heb de mensen daar ook gevraagd van, hey, is er wat gebeurd of zo? Niemand die wat zei van, nee, het is geen zanderij schuld. Dus de personeel van zanderij of luchthavenbeheer, hoe ze het noemen. Het is gewoon echt die mensen die bij de toren zitten, zo zeg ik het. De luchtverkeerleiders. Ja, de luchtverkeerleiders, die hebben een probleem. En eens had ik gehoord van Stephen Gonesh, de directeur, dat hij zei van, niet de passagiers mogen de dupe ervan worden. Is er wat op zanderij, moeten zij het zelf uitvechten. Niet de passagier. Maar op dat moment waren wij de dupe ervan. Want je komt, ik was persoonlijk vanaf 4:00 in de ochtend op Schiphol. Dus je komt naar hier en dan moet je je koffers nog nemen. Al die dingen. Dus je bent zeker 7:15 thuis. Dus zonder oponthoud, zonder terug te vliegen naar Cayenne. Hoe laat zouden jullie moeten landen in Paramaribo, op Sanderij? Volgens de schedule van KLM waren we precies 10:10 op grond van Paramaribo. En ik had uitgerekend dat ik rond met alle drukte van de weg zou ik al pad over 3 thuis zijn op Paramaribo Noord. En uiteindelijk, hoe laat is hij geland op Sanderij? 4:00 is hij geland, maar kwart over 4 zo. En ik was rond 7:00, kwart over 7. De afhandeling op Sanderij is wel snel gegaan? Ja, daarvan moet ik echt tevreden zijn. Ze hebben ons helemaal geen problemen gegeven of zo. De afhandeling was super. Ja. Misschien omdat ik ook een 80 plus bij me had, heb ik een voorkeursbehandeling gehad. En alles ging soepel. Maar heeft u boze familieleden, want kijk, vaak genoeg worden mensen afgehaald. Ja. En dat zijn dan ook vaak genoeg familieleden of taxis of noem maar op. Heeft u boze blikken gezien, heeft u boze mensen gezien of hoorde u mensen wat zeggen omdat ze ook zo lang hebben moeten wachten nu? Kijk, persoonlijk ga ik van mijn dingen praten. Mijn schoonouders zijn mee komen halen en toen we op Cayenne waren, heb ik geluk kunnen bellen naar mijn schoonouders om ze te zeggen van kijk, we zijn nu op Cayenne. Zij waren al verder van, heel ver van Lelydorp uit, moesten zij terugkeren naar huis. En een oom van mij, die kwam helemaal vanuit Kwata en die stond vanaf voor 12. Want we zouden 1:00 landen, dus hij is volgens mij vanaf 12:00 op Sanderij gebleven. En hij was tot uur of 5:30 totdat ik die koffers heb gehad. Maar eerlijk, ik ben niet gaan kijken van wat men gaat zeggen of hoe men heeft gereageerd. Ik heb naar mijn dingen gekeken van hé. U was blij dat u al thuis was? Ik was al lang blij dat ik thuis was. Ik heb mijn spullen gepakt en ik was footsie. Niet meer op Sanderij. Dus ik heb me niet echt druk gemaakt van wat mensen gaan zeggen. Want het is geen probleem van KLM geweest. Of dat zij een probleem hadden, dat zij dingen hebben gehad. Nee, KLM was gewoon on time. Het is gewoon een probleem van Suriname geweest. Dus ja, de afhandeling hier of de personeels van hier hebben ons deze dupe als cadeau gegeven.